Goeiedag en welkom bij deze video. En in deze video van vandaag gaan we kijken naar Ape, Bitcoin en Fetch. We beginnen bij Ape. En zoals jullie wellicht natuurlijk al een beetje weten, of degenen die mij kennen, houd ik van het principe traden op basis van het ophalen van liquiditeit. Reden omdat het een ontzettend hoge succesrate heeft. Dus daar gaan we ook nu naar kijken. En zojuist heeft Ape dat in ieder geval opgehaald een dag geleden. En wat dus erg interessant is om een eventuele instap te maken. Maar laten we daar nu eens naar kijken. En wat zijn dan de potentiële targets voor zowel Ape, Bitcoin en Fetch? Want natuurlijk alles valt en staat natuurlijk met Bitcoin, maar ook met Ethereum voor veel alts. Maar goed, first things first, Ape. Is dat nog steeds een interessante coin? En we zitten nu op de weekly. En laten we dat eens op de daily gaan bekijken. En we kunnen eigenlijk zien dat we in eerste instantie, als we kijken naar deze low hier, zien we dat in dit gedeelte de liquiditeit op is gehaald. En aansluitend hebben we een move omhoog gemaakt. Nou, wat valt daarin op? Is dat we eigenlijk een equal high hier hebben. Ja, dus die hebben we niet gebroken. Dus daarboven ligt nog steeds liquiditeit van de shorters die dat hier de stops hebben geplaatst. Ja, inmiddels zijn er natuurlijk mega TP's gedaan, dat kan niet anders. Maar nog steeds ligt die liquiditeit daar en inmiddels is dat zo'n ruime 70% naar beneden. En je ziet hoe belangrijk het ophalen van de liquiditeit is om vervolgens verder omhoog te gaan. Want we claimen deze nu en wat zien we? We krijgen een beweging omhoog van zo'n ruime 100%. Omhoog. Nou, dus dat was een perfecte move geweest, puur op basis van het ophalen van liquiditeit, of de liquiditeitszone zou je kunnen zeggen. Dus voornamelijk wanneer je trade, is als je hier een entry neemt, dan ligt die stop hieronder. En dat is vrij logisch, want dat is die eerste gedachte, want je stops horen onder de loos. Maar als je nu eens wat succesvoller wil gaan traden, dan plaats je entries waar je voornemens je stops zou plaatsen. Dat is dus in dit gedeelte. Hè. Hier plaats je entries en aansluitend je stops naar beneden. Wat je ook kan doen is wachten, zoals dit, claimen en je stops dan hieronder, want de liquiditeit is immers opgehaald. Goed. Bij het volgende willen we dat natuurlijk ook doen. Als we nu verder kijken in de tijd, dan zien we dat we dezelfde een aantal keren hebben gehad. We hebben de liquiditeit hier beneden opgehaald en dan zijn we een stukje omhoog gegaan. En op een gegeven moment hebben we dat hier nog een keer gedaan. Zijn we weer omhoog gegaan en inmiddels hebben we dat nu ook gedaan. Dus we hebben de liquiditeit hieronder opgehaald. Dus dit gedeelte. En dat is erg interessant. We zitten nu op $1,78. Wat we dan ook nog eens zouden kunnen bekijken is de RSI. Dus hoe bullish is dat eigenlijk? Nou, wat we natuurlijk zien op de Ape chart is dat we in die zin een bullish divergentie zien op basis van de RSI. Dus de RSI loopt, pakt higher lows en de chart pakt lower lows. Dus dat is een erg interessant gegeven wat ook nog zou kunnen zorgen voor een expansie omhoog. En wat is dan eigenlijk minimaal waar ik nu naar kijk? Nou, dat is deels natuurlijk eerst dit level. Dus boven die $2,12. En dan moet ik dat eigenlijk net iets beter zeggen. Boven de $2,13. Dat is vanaf hier nog zo'n ruime 20% omhoog. Ik heb, en ik zal even inzoomen op 1 uur. En dan haal ik deze weg. Want dat is inmiddels duidelijk. Ik heb op deze loos, dus hier in dit gedeelte, heb ik spot gekocht. We hebben deze vanaf juni of in augustus hebben we eruit gehaald. Dus ik ben voornemens dat als we terug hier komen, dat zou zeker kunnen. En dat is vanaf hier misschien nog wel zo'n 10%. De reden dat dat wellicht kan gebeuren, zal ik je zo laten zien op Fetch. Want ook Fetch heeft nog geen liquiditeit opgehaald naar beneden. Als je deze zou willen spelen op leverage, zou ik dat op basis van bijvoorbeeld een golden pocket plaatsen die je hier ziet. En dan zit je eigenlijk rond deze low met je stop op deze low. En dan heb je eigenlijk een hele
een goede risk-reward trade. Hè, want je riskeert 3%. En in eerste instantie is dit je target. Dus dit is op zich een prima trade. En je kan natuurlijk ook zeggen, oké, mooi verhaal. Maar als we die nog een keer gaan sweepen, dat kan natuurlijk. Dan zou je waarschijnlijk dit krijgen. Of nog dieper. Dan kan je altijd wachten tot je deze low weer reclaimt. Ja, dus dat is dan als volgt. Stel dat dat zo is, dan kan je rustig afwachten. Dus dit zo bijvoorbeeld. En dan kan je deze bij het reclaimen van die laatste low deze. Dan stap je dan in en zou dat een mogelijke trade kunnen zijn. Ja, dus er zijn meerdere trades hier te maken. Hier shorten zou ik niet doen, want dat hebben we, die kans hebben we al genoeg gehad. Dus dit is mijn visie voor Ape ten opzichte van USDT. Make no mistake, uiteindelijk zou ik graag zien dat we dit terug testen. Ja, dus deze voorlaatste low betekent ook dat de liquiditeit ergens hier ligt. En die zijn aan het praten, dus lijkt bijzonder, maar dit zou bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen zijn. En dan zie je al dat we richting zo'n 60% stijging gaan. Dus een terugtest daarvan zou overigens helemaal prima kunnen zijn. Ja, dus daar kijk ik momenteel naar. En dat is niks geks. Dat is gewoon een retest naar boven. En we zijn nog steeds niet bullish. Maar dat is namelijk nog niet teruggetest. Dus vandaar dat idee. En komen we hier namelijk weer in. Hè, dus stel dat we wel dit doen. We komen hier terug in dit gedeelte. Ja, dan ligt de wereld open. En kunnen we in ieder geval richting 6. Maar so far so good. Hoeft helemaal niks te betekenen. Een kleine push omhoog van 50%. Zou ik meer dan tevreden mee zijn. Dan Bitcoin. Reden is dat ik nog geen long heb genomen op Bitcoin. Is dat ik verwacht dat deze low gesweept wordt. We hebben een 0.5 lijn hier. We hebben ook nog een golden pocket en nog een als we ook kijken naar de fixed range vanaf dit gedeelte ligt die point of control vanaf die range net wat lager. Als we hem helemaal doortrekken, ben ik even benieuwd vanaf de lows die we meemaakten waar dat eindigt. Daarin zit je ook op de value area high. Hier in die zin, die ligt dus daar redelijk in de buurt waar dus in die zin ook de point of control ligt. Ik zal hem hier even arceren. Dan heb je dat in ieder geval gezien. Dus dit is je value area high vanaf de low. En als ik die vanaf hier wegzet in de range, zien we dat die dus identiek ligt aan die point of control vanaf het laatste gedeelte, vanaf de laatste stijging op of in maart. Dus al met al is dat een belangrijk level om te houden voor Bitcoin. En kunnen we dat doen, dan is een move die er dus inderdaad zo uitziet. Reclaim. Long positie om deze wellicht te claimen. Maar nogmaals, daar praat ik over 32k. Dat is nog te ver van onze bedshow. Maar eerst maar eens deze claimen, die paarse lijn op 28 of 29k. Voordat we verder praten omhoog. Dus dat is voor mij heel simpel. Bitcoin als in een long. Dan kijken naar Fetch. Fetch, heel simpel. Daarin zien we hier ook de liquiditeit die we nog willen halen. Dat is vanuit juni die low. En wat erop lijkt is dat Fetch een beweging gaat doen die er wellicht er zo uitziet. Reclaim ervan is voor mij een trigger om een long te nemen en spot te kopen voor een run daar naartoe om deze liquiditeit te claimen. Make no mistake, vanaf deze low naar deze high praten we over zo'n korte kleine 70%. Natuurlijk kunnen we verder stijgen, maar dat is in ieder geval voor ons nog een plan. Liquiditeit beneden ophalen, liquiditeit omhoog halen en daaruit stappen. En dan dus zorgen dat je niet... Ja, blijf zitten. Dus wees geen backholder, want we kunnen daarna prima nog dit een keer doen. Vandaar dat dit nu de players reclaimen het. Dan heb je een super makkelijke invalidatie onder deze loos. En is dat ja, een trade die in die zin... Dus laten we even zeggen dat dit het is, dat je liquiditeit ergens hier ligt. Dan is dit in die zin je trade die je zou kunnen maken. En natuurlijk zit ik nu op de day chart en dan kan je per definitie niet een hele... prettige entry wellicht omhalen. Maar je snapt dat als we bijvoorbeeld een low maken die er dan ook zal even alles weghalen. Deze. Dus als we in die zin dan een koersverloop krijgen die er dus een beetje zo uitziet. Dit. Ja, dan is het natuurlijk vrij simpel. Dan enter je ergens hier. En dan lig je stop ergens hier. Of zelfs hier waar die dan komt. En dan heb je natuurlijk eigenlijk een hele mooie trade. Liquiditeit opgehaald. En doen we dat in die zin ook ergens hier. En dat is voor jou
Het teken om in die zin uit te stappen. Natuurlijk neem je onderweg verschillende momenten. Hier is liquiditeit op te halen. Bij wijze van spreken hier. Dus daarin neem je zeker verschillende keren winst. Dus bijvoorbeeld hier op deze loos. Dus dat. Dan nog eentje. H-Bar. Hedera. Ten opzichte van USDT, ook daarin heb ik een trade die misschien gehit gaat worden. Waarom? Als we kijken op de weekly, dan zien we daarin een vrij simpele structuur ontstaan. We hebben hier een tweewekelijks orderblok, die we dus in die zin checken. Dat is deze. En als we nog een tik naar beneden krijgen, dan ben ik een koper. Ik verwacht niet dat deze breekt. En waar kijk ik naar? Eigenlijk naar dit andere tweewekelijks orderblok. Het oude tweewekelijks orderblok wat hier eigenlijk ligt. En dat is ook tevens een liquiditeitszone die je vanaf hierboven kan rekenen. Maar eventueel ook de voorlaatste haai hier. Dan zijn dit voor mij de twee hoofdtargets van, dat is rond de 10 à 11 cent, misschien 12 cent. En even kijken, als ik op de daily zet en ik pak hem vanaf de low, dan snap je wellicht ook wat ik bedoel. En dit is de low en dit is je golden pocket. Wellicht gaan we niet eens 0, of misschien dat we net een 0.5 halen. Maar al met al zien we dat dit ook zo'n 70% is. En je ziet dat eigenlijk alles daarmee redelijk in combinatie staat. Met bijvoorbeeld vet een 70%, met een EP 70%. Dus al met al lijkt het vooral, die hebben echt wel harde tikken gehad. Dus moeten we daarin een goede moment kiezen om in te stappen. En je ziet al hoe simpel het is. Want als je op de top had gekocht, sta je nu al zo ruim, of stond je op de low zo ruim 20% al onder water. Dus in die zin, ook als we kijken naar het volume, is erg belangrijk. We zien de point of control. En als die het niet haalt, dan zie je al heel snel rond die value area low. En dan praat ik er echt over zo'n 0,053 en 52 cent voor Hedera. Dus dit zou dan in die zin een beetje het idee moeten zijn. Dus of vanaf hier, of waarschijnlijk vanaf hier. Dat zou helemaal mooi zijn. En een beweging die er daar ergens in zit. Ja, voordat we wellicht misschien dat gaan doen. Dus dat is een beetje het idee voor H-Bar, Ape, Fed en Bitcoin. Vind je deze video nou super interessant? Waardeer je de uitleg die ik daarin geef? Druk dan even op het duimpje omhoog. Deel deze video. Laat in een reactie weten wat jij vindt van deze video. Wat jij denkt welke altcoins daarin interessant vinden. Of interessant zijn, sorry. Die ik voortaan mee kan nemen. En vergeet zeker. Dat is de verkeerde. Vergeet zeker niet te liken, te subscriben en een reactie te plaatsen. Rest me niets anders dan je een ontzettend fijne dag toe te wensen. En tot de volgende video.